Het is weer kermis in Elst. Tot en met maandag is op het Europaplein van alles te beleven. Al was de voorjaarkermis tot 2016 veel groter dan die nu is. Ongeveer de helft van het plein wordt er nu voor gebruikt. In de jaren vlak voor de coronacrisis viel het bezoekersaantal van de kermis steeds flink tegen. De gemeente gaf toen aan dat het moeilijk was om publiekstrekkende attracties binnen te halen. Woensdag was het ook niet druk, maar dat hoeft niet veel te zeggen. De meeste bezoekers worden in het weekend verwacht.